Nou, welkom bij Ananas. Ik ben Esma van Gezondheid Esma. Ik ben voedingsdeskundige en heb een praktijk in Hillegom. En daarnaast geef ik ook wel eens kookworkshops en doe ik wel eens gezonde catering, onder andere hier bij Ananas. En vandaag, omdat we natuurlijk geen kookworkshops kunnen geven, doen we dat online. Gaan we iets lekkers maken vandaag. Nou, we gaan vandaag pita broodjes maken, of eigenlijk mini pizza's van pita broodjes. Ik kan een pita broodje door midden snijden. Soms is het handig om ze even te verwarmen, zodat ze niet breken. Je hebt tegenwoordig ook volkoren pita broodjes, een speldpita. Die kan je allemaal gebruiken. Ze zijn heel voorzichtig snijden, zodat ze niet breken. En deze kan je dan insmeren met de tomatensaus die je lekker vindt. Ik heb er eentje met kruiden gebruikt. Je kan natuurlijk zoveel erop smeren wat je lekker vindt. En het leuke hiervan is dat iedereen de topping kan gebruiken die hij wil. Ik heb hier wat courgette, champignons, uien, olijven en kaas. Het is hartstikke leuk om met kinderen te maken. Dan kunnen ze hun eigen pizza maken. Je kan natuurlijk nog tonijn bij doen of als je misschien wat kip over hebt. En het is ook leuk als een hapje bij een verjaardag. Beetje uien erbij. Wat je maar lekker vindt. En de kaas die je maar lekker vindt kan op. Het geraspte kaas. Dan kan het 5 tot 10 minuten in de oven op 180 graden. Dan heb je je eigen mini pizza. Nou, dan gaat het in de oven op 180 graden. 5 tot 10 minuten, afhankelijk van jouw eigen oven. Hou het in de gaten. Nou, dit zijn ze geworden. Een mini pizza broodjes.